Goedendag, het weekend ziet er nog alleraardigst uit. Droog weer op de meeste plaatsen en er zijn ook zonnige perioden. Ja, nog steeds een hoge drukgebied dat ons weerbeeld bepaalt komend weekeinde. Het hoge drukgebied bevindt zich ten zuiden van Nederland, maar de uitloper die strekt zich uit richting ons land. En dat zorgt in ieder geval voor een westelijke stroming, waarin wel vrij veel hoge bewolking wordt aangevoerd. En overdag ontstaan er ook stapelwolken. Heel misschien dat het noorden ook nog wel met een enkel buitje te maken gaat krijgen, maar de meeste neerslag blijft echt boven zee. Maar zondag met name, dan zou je dus in het uiterste noorden een buitje kunnen tegenkomen. Verder is er wel vaak veel hoge bewolking aanwezig, zeker geen strak blauwe luchten en de zon heeft het ook af en toe wel moeilijk. Vanaf maandag een ander weerbeeld, u ziet het achter mij al gebeuren. Er komt een noordwestelijke stroming op gang. En dat betekent dat storingen weer dichterbij gaan komen. Er kunnen buien gaan vallen en het gaat ook harder waaien. En met die noordwestenwinden wordt ook duidelijk koudere lucht aangevoerd. De temperatuur zal een stuk lager uitkomen. Zaterdag wordt het zo'n 20 graden aan zee en dieper landinwaarts 23 tot zelfs 25 graden in het zuidoosten. Zoals gezegd, er trekken wolkenvelden voorbij, maar er is ook ruimte voor de zon. En vrijwel overal blijft het droog. Heel misschien dat in het uiterste noorden in de ochtend een buitje gaat vallen. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Aan zee is de wind wel af en toe vrij krachtig en ook in het Waddengebied kan het wat steviger waaien. Zondag kan het op veel plaatsen zelfs een graadje warmer worden. Ook dan zijn er perioden met zon- en wolkenvelden. En ook zondag kan dan met name dus in het noorden een enkel buitje vallen. Veel zal het denk ik niet voorstellen. De wind houdt een westelijke voorkeur en is overwegend matig. Ja, en dan de dagen erna, dan zien we dus die dip in de temperatuur. Dat gebeurt maandag al. Dan komen we nog amper boven de 20 graden uit. Dat houden we dan een aantal dagen, maar aan het eind van de pluim zien we heel voorzichtig dat de temperatuur weer iets omhoog gaat. En wat natuurlijk ook opvalt, dat is de neerslag. Want vrijdag en in het weekeinde is het overwegend droog. Maar kijken we naar begin volgende week, dan neemt die neerslagkans flink toe. Later in de week wordt het wel weer droger. Nog een fijne dag.